Leerlingen van het Venster zijn vandaag voor 8 dagen vertrokken naar Suriname voor het integratieproject Samenleven Doe Je Zo. Jullie vertrekken vandaag naar Suriname. Wat gaat er gebeuren? Klopt, wij vertrekken vanmiddag naar Suriname. Wat gaat er gebeuren? We hebben een hele week een programma gemaakt met een school in Suriname, de Mulo Kerklaan. Daar waar onze kinderen vanuit Arnhem kennis gaan maken en Nijmegen kennis gaan maken met de Surinaamse leerlingen, de Surinaamse samenleving, de Surinaamse natuur en met name hoe zij in Suriname met elkaar samenleven. Dat is de bedoeling van de week die wij gepland hebben. Hoe is dit ontstaan? Dit is ontstaan naar aanleiding van wat we nu in onze samenleving zien. Hoe mensen met elkaar omgaan en hoe we dat graag zouden willen. We willen onze kinderen wat meegeven dat andere mensen, dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Maar dat je dat kunt zien als een uitdaging en dat je van elkaar iets kunt leren. Dus het is de bedoeling dat onze kinderen iets brengen en halen. En dat natuurlijk ook vice versa. Dat is de bedoeling van het project. Kunt u kort iets over het programma vertellen? Ja, dat kan. We komen vanavond aan. Dat betekent dat we morgen meteen een sportdag hebben met de Surinaamse kinderen. De zondag gaan we meteen op plantage toe, waar we wat leren over de Surinaamse geschiedenis. En met name in de relatie tot Nederland, de slavernij en dat soort dingen. Fort Zeelandia staat op het programma. Nieuw Amsterdam staat op het programma. Natuurlijk gaan we naar school. We gaan nog shoppen. De kinderen gaan op huisbezoek, zodat ze echt bij de mensen thuiskomen. En dat ze echt die ervaring op kunnen doen van hoe zit dat nu precies in elkaar. We gaan jullie live volgen. Via de radio. We bellen iedere dag naar Suriname. Dus we zijn op de hoogte van wat jullie er allemaal doen. Ja, dat klopt. We hebben iedere dag live via de radio. Maken we een klein verslagje. En we hopen dat dat dan een nog beter beeld geeft wat we aan het doen zijn. Ben je zenuwachtig? Ja, heel erg. Ik ga mijn moeder heel erg missen en mijn oma en zo. Maar voor de rest vind ik het wel super leuk om te gaan. Niet echt. Nee? Nee. Nee, niet echt. Nee, ik ben er al wel een beetje op voorbereid. Hoe ben je voorbereid? Nou, ik maak wel eens vaker lange reizen en ik vind het eigenlijk een beetje als een avontuur en daar hou ik wel van. Een beetje. Vroeg opstaan, eten en zo, dat wel. Is dit je eerste keer naar Suriname? Ja, het is de eerste keer, ja. Ja, ik heb nog nooit gevlogen. Dus ja, wel spannend. Maar je vindt het niet eng om te vliegen? Nee. Niet dat ik ooit gevlogen heb, maar het lijkt me wel heel leuk. Heb je je spullen allemaal al gepakt? Ja, ik heb mijn koffer al 3 keer in en uitgepakt. Omdat ik bang ben om wat te vergeten. Nee, nog niet. Nou, kleren wel, maar shampoos en zo nog niet. Met hoeveel mensen gaan jullie hier vanuit het Venster? Het Venster gaan we met 21 leerlingen. En in totaal met Kandinsky uit Nijmegen gaan we met 33 leerlingen. Heb je een beetje voorbereid op Suriname? Wel met spulletjes kopen en zo. Met date, bijvoorbeeld voor de muggen en zo. En gewoon wat extra shampoo en dat soort dingen. Maar voor de rest, nee, niet echt. Jullie hebben zelf ook geld moeten bijleggen. En dat hebben jullie gedaan in de vorm van een geldverdienactie. Ja. Kun je me vertellen wat voor een actie je hebt gedaan? Ja, we zijn in Klarendal, de wijk, hebben we daar afval opgeruimd met prikstokken. En daar hebben we ongeveer 2 uur rondgelopen. Verder zijn we nog naar een verzorgingshuis geweest en hebben daar sommige mensen gingen afwassen, sommige mensen gingen serveren, nou, een beetje zo. Dus, en andere groepen uit Nijmegen hebben weer andere dingen gedaan, dat weet ik niet, maar dat hebben wij dus gedaan. Jullie houden contact met ons via de radio. Jullie komen iedere dag live bij ons in de uitzending. Wat vind je ervan? Dat lijkt me op zich wel leuk dat mijn ouders mij kunnen horen hoe ik het in Suriname heb en de rest er ook achter komt. Klinkt leuk dat ook gelijk iedereen hier het weet, gelijk over hoe het is daar. En je even hoort over, ja, misschien komt je eigen qua ouders zijn en je eigen kind wel op de radio en dat je dat dan hoort. Lijkt me wel heel erg leuk.